Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over aflevering 4 van The Book of Boba Fett, The Gathering Storm. En het grootste deel van deze aflevering werd verteld in de tijdlijn van de flashback. En we kregen eigenlijk vooral te zien dus hoe Fennec Shand en Boba Fett zijn gaan samenwerken. En hun missie bestond eigenlijk uit meerdere delen. En we krijgen natuurlijk ook eerst te zien hoe Boba Fett haar heeft gevonden en haar heeft gered van haar schotwond uit Mandalorian. En op het moment dat die flits dus de lucht in werd geschoten, wat dus ook gebeurde in die aflevering van Mandalorian, hoorde je ook een audio cue van de Mandalorian. En diezelfde audio cue horen we dus ook richting het einde van de aflevering, waardoor er dus een hele grote kans is dat Mando in de komende afleveringen zit. Door heel de episode heen zaten ook gewoon weer hele vette designs. Ik kon bijvoorbeeld de chirurg die een operatie deed bij Fennec Shand best wel waarderen. Maar het hoogtepunt voor mij was de chef-kok droid, die opeens kon aanvallen met al zijn machete handen. En ja, mijn favoriete stuk uit het flashback gedeelte is de stel missie die Boba Fett en Fennec Shand dus samen moeten doen in Jabba's paleis. Het was dus ook wel een tof moment om te zien wanneer Boba Fett voor het eerst weer in de Slave One stapte. En dat blijft ook gewoon de officiële canon naam in mijn ogen. Ik denk ook niet dat Disney het per se een andere naam gaat geven. Ik denk dat ze gewoon proberen om de naam niet te gebruiken in de afleveringen. En Boba Fett gebruikt dus zijn schip natuurlijk ook gelijk om wraak te nemen op die speedpikers. Ook al werd er wel gehint dat er nog anderen betrokken waren bij de moord op de Tusken Raiders. Dus wie weet krijgen we dat ook nog onthuld tijdens dit seizoen. Ook al lijkt het er voor nu dus op dat de flashback verhaallijn afgelopen is. Want vanaf het moment dat ze hier de aflevering daarmee afsluiten, krijg je die flash te zien waarin die Bib Fortuna vermoordt en de troon overneemt. Dus het lijkt alsof we helemaal up-to-date zijn. En het was ook wel een tof stukje waarin hij dus op zoek ging naar zijn armor in de Sarlacc pit. En waarin hij uiteindelijk de Sarlacc pit bijna moest opblazen, soort van. Dat blijft ook een van de tofste sound effects die ze hebben in Star Wars. Die EMP-achtige bom van Boba Fett schip. Ja, wanneer Boba dus wakker wordt, gaat hij eerst nog naar de kantina toe, waar hij wel vaker heen is geweest. En daar is Croissant en dus een paar gewoon gasten in elkaar aan het slaan. Ik kan dus ook wel waarderen dat we 2 afleveringen op rij een actiescène hebben met Croissant, waarin hij wel gewoon heel erg badass overkomt. Dat is dus al een hele toffe aanwinst voor dit team. En als Mando er dus ook nog bij komt en misschien nog andere bounty hunters, denk ik dat we zeker een aantal hele toffe afleveringen kunnen krijgen. De maker van de serie had ook gezegd dat aflevering 5, 6 en 7 zijn favoriet waren. Dus ik ga er wel vanuit dat we volgende week gewoon echt iets episch gaan krijgen. En dan hadden we ook nog de scène waarin Boba Fett dus een meeting had met alle criminele bazen uit de onderwereld. En dat was op zich ook wel tof gedaan. Maar ondanks dat die hem dus niet gaan helpen, besloten ze wel gewoon neutraal te blijven in dat komende conflict met de Pike Syndicate. En ja, ondanks dat een groot deel van deze aflevering dus besteed werd aan informatie die we soort van al wisten, was het wel gewoon heel tof om te kijken. Voelde het gewoon aan als een echte Star Wars film. Dus dit was zeker een van de betere afleveringen tot nu toe. En ik hoop dus ook dat we vanaf volgende week gewoon echt super enthousiast kunnen zijn over deze serie. Maar ja, wat vonden jullie van deze aflevering van Boba Fett? Wie denken jullie dat hij nog gaat inhuren vanaf volgende week? Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.